levende mensen in Gaza hebben nu een tekort aan voedsel, een tekort aan elektriciteit, een tekort aan alle vormen van medische zorg. En ondertussen is ook gebleken dat ze nergens, maar dan ook nergens veilig zijn. De aanvallen van Israël op VN-doelen, op scholen en op ziekenhuizen in de afgelopen week hebben dat wel duidelijk gemaakt. En wat zouden zij graag willen? Dat wij net zoals hun deden alsof de geschiedenis 2 maanden geleden is begonnen. Dat het vreedzame staatje Israël ineens vanuit een klein stukje woestijn werd beschoten. Maar wij zijn niet vergeten dat Gaza al 18 maanden lang bezet gebied was. Waarin Israël de lucht, de grenzen en de zee controleerde. Wij zijn niet vergeten dat in 2006 Hamas is gekozen in vrije en democratische verkiezingen. En wij zijn niet vergeten dat 80% van de mensen die nu in Gaza wonen, 60 jaar geleden verdreven zijn uit hun huizen in wat nu Israël heet. Wij demonstreren vandaag en vorige week op heel veel plekken in het land voor een vrij Palestina. Joden, moslims, christenen, Nederlanders, van alle achtergronden, allemaal samen. En wij zijn wars van elke vorm van racisme. De aanval in Gaza staat niet op zichzelf. 5 jaar geleden vielen er in de straten van Fallujah wit fosfor uit Amerikaanse vliegtuigen. En vandaag valt datzelfde witte fosfor en vergif op de mensen in Gaza-stad. Israël kan alleen doen wat ze doet, omdat ze de grootste ontvanger is van militaire steun uit de Verenigde Staten, de grootste ontvanger is van financiële steun van de Verenigde Staten. En we weten dat vrijheid en democratie in het Midden-Oosten niet kan komen van de grootste terrorist, George W. Bush. Vrijheid en democratie in het Midden-Oosten kunnen we ook niet verwachten van corrupte Arabische leiders zoals de afgebeelde Mubarak aan die kant. Vrijheid en democratie in het Midden-Oosten verwacht ik ook niet van een VN-gezant die Tony Blair heet. Vrijheid en democratie in het Midden-Oosten zal komen van de mensen die op straat staan. In Egypte en over de hele Arabische wereld en van mensen zoals u en ik die hier in Europa solidair zijn met de Palestijnen en ons verzetten tegen onze regeringen. Elk volk, waar ook ter wereld, dat leidt onder onderdrukking en onder bezetting heeft het recht om zich te verdedigen. En elk ander volk heeft de plicht om hun solidariteit te betuigen. Daarom zeg ik, Intifada, Intifada, Palestina vrij, nu! We elke dag moeten kijken naar de beelden. Hoe zonder weerwoord, praktisch zonder weerwoord, in ieder geval zonder weerwoord, van de leiders van deze wereld. Dag na dag, de bevolking van Gaza wordt gebombardeerd op de bruutste manier. Met nu al meer dan 1000 doden als gevolg. En er wordt een hoop gepraat in de media over de verschrikkelijke ongerichte raketten van Hamas. Maar laten we één ding duidelijk hebben. De raketten van Israël zijn gericht. Ze zijn de modernste wapens ter wereld. Laser gestuurd. En ze vallen op scholen, op moskeeën, op huizen waar burgers wonen. En die sterven in ongekende aantallen onder deze bombardementen. Fosfor branden, bloed aan je handen! Fosfor branden, bloed aan je handen! Laat zien dat de leiders van deze staat, de leiders van Israël, zich niet gebonden voelen aan wat voor vorm van mensenrechten en menselijkheid dan ook als het gaat om hun strijd tegen de bevolking van Palestina. En het precies om de verachting over die onmenselijkheid te uiten dat we net met onze schoenen naar ze hebben gegooid. Laat ik nog even duidelijk zijn waarom we de schoenen hebben gegooid naar deze mensen. Waarom hoef ik het niet eens te hebben. Die verdient elke schoen die ik kan krijgen. Maar laten we het ook over de rest hebben. Maar de Olmert zou dit niet kunnen doen
zonder de hopelijke steun van het andere drietal. Zonder de hopelijke steun van de Verenigde Staten. Ik heb nog een vraag voor de Amerikaanse leiding op dit moment. Waar was dan Obama? Waar was Obama in de afgelopen weken? Obama zei dat hij zich niet wilde uitspreken omdat hij de huidige president niet voor zijn voeten wilde lopen. Obama sprak zich uit over de Amerikaanse economie. Obama sprak zich uit over Irak. Waarom niet over Gaza? Waarom heeft hij de Israëlische leger de kans gegeven om te blijven bombarderen terwijl hij al gekozen was? En als Obama zegt, a change will come, yes we can. We willen die verandering en we eisen die verandering van hem. En we eisen het nu, niet pas over maanden. Maar ik roep op tot een intifada tegen Mubarak en al die andere Arabische leiders. Intifada, intifada! Zou laten stikken. Intifada, intifada! De Nederlandse regering. Een regering, de minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen. Die op het moment dat hij aantrad, zei dat de mensenrechten hoog in het vaandel stonden. Die over die mensenrechten riep is te veel woorden. Maar in ieder geval daarover zag je ze niet horen als het ging om China. Die in de rij stond toen het ging om de mensenrechten in Georgië na een aanval van Rusland. En nu niet alleen stil is, was hij maar stil. Heren Brinkman, Kamerlid van die schande voor Nederland. Van de partij, de PVV, riep op het moment dat de oorlog begon. Gooi die hele boel de Sinaï in. Dat was een antwoord voor de bevolking op Gaza. Deze man roept op tot etnische zuivering. Letterlijk. Waar is de verontwaardiging van de Nederlandse pers over oproepen tot etnische zuivering? Heb ik een klein lichtpuntje van hoop de afgelopen weken gezien. De fantastische demonstratie die we neerzetten op het Museumplein met 10.000 mensen in 3 dagen georganiseerd, is een teken dat er iets verandert. Vorige week zaterdag had ik het voorrecht om in Londen te zijn op een grote demonstratie. 100.000 mensen die demonstreerden in Londen voor Gaza. Is een teken dat er iets verandert. Ja. Maar wat me het meest verbaasde, en ik denk dat misschien heeft niet iedereen het gehoord. In Noorwegen gingen 10.000 mensen de straat op. Maar dat niet alleen. De Noorse treinvakbonden hebben gestaakt. Een symbolische staking van 2 minuten waar ze elke trein in het land hebben stilgezet. En in elke trein in het land liepen omroepen. Dit is voor Gaza. Wij spreken ons uit tegen de misdaden die daar worden begaan door het Israëlische leger. De Raad van Kerken in Noorwegen heeft opgeroepen tot een boycott van Israëlische producten. De Noorse vakfederatie, de Noorse FNV heeft opgeroepen tot een algehele boycott van Israëlische producten. En daar zien we de toekomst. Want dat is precies wat uiteindelijk een einde bracht aan de apartheid in Zuid-Afrika. En net als de apartheid in Zuid-Afrika zal de apartheid in Palestina uiteindelijk beëindigd worden. We zijn niet gemakzuchtig, we weten dat het een lange strijd nog zal zijn. Dat het niet morgen over is. Dat het zelfs een wapenstilstand niet genoeg is. Dat het uiteindelijk gaat om dat te beëindigen. Maar we weten ook dat een staat die is gebouwd op onmenselijkheid en racisme niet het eeuwige leven zal hebben. Dat er uiteindelijk die staat zal komen waarin al zijn inwoners, Joden, Palestijnen, Christenen, al zijn inwoners in vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid kunnen leven en moeten leven. En die zal er komen, zoals elke vorm van onrechtvaardigheid uiteindelijk de wereld wordt uitgeholpen. Tussen het aanbeeld van het verzet van de Palestijnen die al 60 jaar tegen elke vorm van onderdrukking in zeggen, wij weigeren te gaan, wij blijven hier. Je kunt ons bombarderen, maar wij blijven. En dat blijven op zichzelf is een vorm van verzet. Tussen het verzet, de aanbeeld van het verzet van de Palestijnen en de hamer van een groeiende internationale solidariteitsbeweging die uiteindelijk onze regeringen, hoe schandalig ze nu ook zijn, uiteindelijk onze regeringen zal dwingen om elke vorm van steun aan deze apartheidstaat te beëindigen. Dank jullie wel.